Hoi mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben vandaag bij DC Boys. En ik heb vandaag een interview na de wedstrijd van DC Boys 1 tegen Eendracht. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat alles goed. Ik ben wel een beetje moe. Ja, het was warm vandaag om te voetballen, maar ja, we hebben het gelukkig weer overleefd. Ja, gelukkig. Dat is het belangrijkste. Ja, klopt. En dat wel. Nee, ik ben met? Met Robben. Ik ben de aanvoerder van Eendracht. Oh, leuk. Welkom. Dankjewel. En wat vond je van de wedstrijd? De wedstrijd op zich was niet heel best. Ik vond de gelijkspel is over het algemeen wel terecht. Eerste helft vond ik ons iets beter. Tweede helft was de boys iets beter. Dus 3-3 is denk ik wel een terecht uitslag. Ja. Cool. Ja. 16 doelpunt in totaal. Dat is wel leuk voor jullie toch? Voor de neutrale kijker. Ja toch? Dat wel ja. Heb je er zelf ook van genoten? Ja, ik heb er zelf ook van genoten. Dank. Jij ook? Hè? Nou ja, ik had liever gewonnen, maar ja, het is niet anders. Ja, snap ik. Ja, klopt. Ja, en ja, want wat ging er beter? Ik vond de eerste helft dat wij iets meer de overhand hadden. We kregen geen hele grote kansen, maar ja, Dieren Boys kwam niet echt aan het voetballen toe. Helaas scoren we vlak voor rust de 1-1. En gaan we met een gelijkspel de rust in. Maar ja, zo eindigt de wedstrijd uiteindelijk ook. Dus ja. Uiteindelijk is het een terecht. Ja, klopt, ja. Hey. Hij was ook wel op camera. Ja? Jawel. Oh ja. Ja. 2 penalties in totaal? Vond de eerste die we tegenkregen was twijfelgevalletje. Maar ja, daarna had hij hem alsnog op de stip bij hun kunnen leggen. Dat deed hij gelukkig niet. En bij open penalty was die voor overigens wel terecht. Maar goed, scheids was sowieso, had een paar twijfelgevalletjes. Maar ja, dat krijg je op dit niveau. Ja. Ja. En wat ging er minder? Wat ging er minder? Ja, af en toe liepen wij een beetje tegen onszelf te verbannen. We gingen te veel mee in dat we de confrontatie met de scheids opzoeken. Dus we kwamen niet echt aan het voetballen toe, maar al met al het terecht uit. Ja, dat is belangrijk. Ja, alles belangrijk. Dat ook, ja. En ja, wie vind je de man of the match? Man of the match. Nou, ik zeg bij 3-3 plukte de keeper van de Dierense Boys nog een mooie bal uit de kruising. Dus ja, uiteindelijk heeft hij ze toch wel op de been gehouden. Dus ja, ik zeg het niet graag, maar ik denk dat toch de keeper van de Boys. Ja, dat wel ja. Mooie redding. Ja, als die erin vliegt, gaan we met 4-3 van het veld af. Hè. Dus ja, dat wel ja. Uiteindelijk weer het voordeel van jullie. Ja, klopt. Ja, echt goed keeper. Ja, zeker. Ja, zeker. Zonder meer. Deed hij goed. Ja. Leuk. Dankjewel. De beste elftal. Ja, zoals ik al zei, ik vond onze eerste helft beter, Dieren Boys als tweede helft beter. Dus over de hele wedstrijd gelijk spelletje. Terecht. Ja. Terecht. Klopt. Toch? Ja, toch. Als jij het mee eens bent, vind ik het. Ja, ik ben het mee eens. Ja, zeker. Mooi wedstrijd. Ja. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, zeker. En SO naar jou. Dankjewel. En zou je nog een SO willen doen naar iemand? Ik doe een SO naar de cameraman. Oh, dankjewel. Bedankt voor zijn support. SO naar jou. En ik wens je heel veel succes met de andere vlogs. Dankjewel. Zou je nog iets aan de vlogs gaan? Mensen, abonneer allemaal op zijn kanaal. En ik wens jullie allemaal heel veel succes. Oh, dankjewel. Bedankt, man. Succes. Hoe heet je vandaag? Dankjewel.